Goedendag, dames en heren. Fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van VV Capelle TV. Vandaag speelde Capelle thuis tegen Scheveningen. En in deze aflevering ziet u daar een samenvatting van en interviews met assistent-trainer Arne van Gelder en aanvoerder Las Boscha. Nou, kom aan, vertellen! Nu zo! Ga door! Kom over! Juist, goed gevoel!
Assistent trainer Arno van Gelder na de overwinning tegen Scheveningen. Wat een wedstrijd, hè? Ja, bizar, hè? De slotfase. Je kan hem zomaar nog gelijk spelen en als het een beetje verkeerd loopt. En je ziet ook, ja, de scheids had het op een gegeven moment ook niet meer in de hand. En gaat de kater lopen strooien. Ja, we zijn de gelukkige winnaar vandaag. En die punten zijn heerlijk. Zo, als je slecht speelt en dan wint, ja, dat is een prima gevoel. Afgelopen weken viel het balletje wel eens de verkeerde kant op. Dan lijkt het me nu geweldig. Om te zien ook als technische staf dat het dan eindelijk weer goed afloopt, ondanks de rode kaart van Baldock nog. Ja, dat is wel een minpuntje natuurlijk in die laatste 5 of 10 minuten. 5 minuten blessuretijd was het dan om precies te zijn. En je doet het daar niet slim natuurlijk, want ja, je hebt een vrije trap in de hoek. Even een beetje de bal vast te houden, een beetje tijd te rekken. Hè? Want we hebben natuurlijk een aantal keer dat we de deksel op de neus kregen in de laatste minuut. Ja, dat wilde je nu voorkomen. Van de week heel eigenlijk wel mee bezig geweest om hem gewoon slimmer te gaan spelen daarin. In die blessuretijd om het te vertragen, het spel. En dat deed hij op zich goed en dan reageert hij. We hebben een vrije trap mee, we staan 1-0 voor en het is de 93e minuut. Ja, dat is niet handig wat hij daar deed, maar oké. Nee, maar ja, al met al denk ik dat je toch tevreden bent met het behaalde overwinning. Als je de wedstrijd in het algemeen bekijkt, denk je dat het terecht is voor Capelle deze overwinning? Nou, als ik heel de wedstrijd meepak met blessuretijd erbij en alles erop en eraan, dan denk ik dat Scheveningen hier wel een puntje al verdient om eerlijk te zijn. Maar ja goed, zo hebben wij ook wel eens wedstrijden gespeeld dat wij dachten van... Vorige week Barendrecht. Zoiets. En of die week ervoor tegen Spakenburg hadden we denk ik ook meer verdiend. Ja, dan zie je aan de verkeerde kant van de score. En het is gelukkig dat je nu wel aan die andere kant van de score zit. En dat is prima voor het gevoel. Helemaal top. Gefeliciteerd. Dankjewel. Yes. Aan voor de Lars Bonscha. 3 punten in de tas. Belangrijke overwinning denk ik, hè? Ja, dat zeker. Ik denk dat dat hele belangrijke punten zijn. Ook als je kijkt naar Scheveningen. Voor mij hebben die 16 punten. Dan komt het allemaal dichterbij. Goed dat we hem hebben gewonnen. Het was geen beste wedstrijd. Dus helemaal blij dat we nu toch de punten hebben gepakt. Winnen de doelpunt? Ja, zeker. Dat is voor mij een goede aanval van links. Dwight komt goed door. Geef de voorzet. Ja, ik schat hem goed in en kop hem denk ik nog goed binnen. Wat een rare slotfase dan. Dan sta je 1-0 voor, krijg je in de rood. En dan denk je, nou, Capelle gaat het uitvoetballen. En dan komt er zo'n rare slotfase. Wat gebeurt er allemaal? Ik denk dat op zich wij wel aardig deden. We hebben van vorige week natuurlijk geleerd. En ik denk dat wij dat wel slim deden. Ik denk alleen dat de scheids daarin niet meeging. Ik denk dat hij het zelf een beetje liet lopen. Hij geeft een rode kaart voor mij aan Jair. Natuurlijk niet slim van Jair. Ja, Jair was goed bezig laatste weken. Volgende week spitsprobleem. Ja, dat zorgt voor volgende week denk ik. Nee, ik denk dat Cecilio er gewoon weer is. Die was ziek. Oh, die is maar weer fit. Ik denk dat hij volgende week weer kan spelen. Ja, dat weet ik. Dat denk ik hoor. Dus ja, dat is gewoon jammer dat dat gebeurt. Want nogmaals, we hebben iedereen kaart nodig. Kan gebeuren. Volgende week gaan we ervoor en nu genieten van de 3 punten. Dat gaan we zeker doen, dankjewel. Fijn weekend nog. Ja, dat was met wedstrijdje wel. Ik dank u voor het kijken naar deze aflevering van VV Capelle TV. En graag tot de volgende keer.